We hebben voor 3 dagen onze intrek genomen in hotel Het Twentse Gasthuis in Oud-Marsum en hebben dus tijd genoeg om de Siepelstad uitvoerig te bekijken. Siepels zijn uien en vroeger was dat belangrijke handelswaar voor de stad. We beginnen onze ontdekkingstocht in de Grote Marktstraat die vlakbij ons hotel ligt. Aan het eind ontwaren we op de markt het oude stadhuis. Boven de ingang het stadswapen. Binnen is nu een galerie gevestigd. Achter het stadhuis ligt het kerkplein met de Simon- en Judaskerk. Een Westfaalse hallenkerk waarvan het oudste deel uit de 13e eeuw stamt. De toren lijkt nieuwer dan de kerk en dat klopt ook, want de oorspronkelijke toren is gesloopt in 1839. Op een schilderij van Jacob van Ruisdael uit de 18e eeuw zien we hoe de oude toren eruit zag. We nemen eerst maar eens een kijkje in de kerk. De maquette geeft een goed beeld van het kerkgebouw. Het Epman-orgel is gebouwd in 1814. Weer buiten horen we het gekletter van een speelse waterpartij waarbij het goed rusten is. We maken een rondje om de kerk en zien het siepenmeisje bezig met het vergaren van siepels. Verderop zitten grove groeven in de kalksteen, ontstaan doordat soldaten hier hun zwaarden slepen. Voor de toren staan de beroemde paaskerels. Het zijn de mannen die het paasfeest organiseren, waaronder het vleugelen. Met de kerels voorop trekken de bewoners hand in hand zingend door de stad. Christus heeft al onze schulden betaald. Na de koffie beginnen we aan een stadswandeling. Oud-Marsum is een echte kunstenaarsstad en overal komen we galerieën tegen en de beelden zijn talrijk en prettig figuratief, zodat we niet naar de betekenis hoeven te raden. In de keerweer vinden we het schoolmuseum. Een feest van erkenning voor ons als 70-plussers. Ik ben een ezel. Die kreeg je om je nek na een domme opmerking. We kennen ze nog, de leesplanken en vooral ook de schoolplaten van Jetsus. We nemen afscheid van de juf en voort gaat de wandeling. Er is genoeg te zien. Hier een oude stadswaterput. V-
vakkundig gerestaureerde vakwerkhuizen. We passeren het Drostenhuis met de Franse tuin. Het plesje leidt naar de Nederlands hervormde kerk. Het verhaal gaat dat de kerkgangers voor de dienst hier hun plas deden. Vrouwen links en mannen rechts. Ter geruststelling, de pislucht is verdwenen. Voor de kerk een beeld van de evangelist. We besluiten de dag op het balkon van onze hotelkamer met een goed glas wijn. Het is donderdag en het is Sipelmarkt. Vroeger hing er aan elke kraam een zak sipels. Die tijd is voorbij. Hoe lang doet hij over zo'n stoel? Oh, deze een dag. Maak je ook het hout allemaal? Nee. Ook het hout? Nee. Oh, je bekleedt hem alleen? Ja. Oh, ja. Als je immuun bent, kun je heel oud worden. Ja, is het zo. En dan werd hij verloren, ja. Met jezelf in. Dankjewel. En hoe gaat het met je bij? Nou, goed. Ja. Een beetje weinig opbrengst momenteel voor de droogte. Maar, ja. Ik heb 16 kasten. Mocht je om een pakkende Twentse spreuk verlegen zitten, dan moet je hier zijn. Op Wiese staat de doodstraf. Oh, was ik aan het Wiese? En dan rest ons nog goed gaan en tot ziens.